In de uitzending van Zembla op zaterdagavond werd verteld dat bollentelers telers bestrijdingsmiddelen gebruiken die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het programma zegt dat de overheid lax is in de controle. Vooral Noord-Holland en Drenthe werden daarbij genoemd. Volgens LTO Noord is de controle door de Algemene Inspectiedienst in de duin- en Bollenstreek wel goed. De AID die fietst en rijdt door de Bollenstreek. Als je spuit met te veel wind of met de verkeerde spuitdoppen, dan heb je al iemand op je tuin of op de dam en dan, nou, dan is het een boete.